Hier staat de beste Nederlandse bij het vrouwentoernooi van de WK Sprint. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Je wordt wel 13e. Is dat een nare plek? Het getal is niet altijd positief, maar ik vind het wel prima plek. Hoe kijk jij terug op jouw debuut op een WK Sprint hier in Japan tussen de grote dames? Ja, nou, ik vond het in ieder geval heel leuk en ik denk dat ik degelijk heb gereden, maar niet super. Niet super. Nou, vertel op. Nee. Vandaag was de 500 meter beter dan gisteren. Dat was goed. Mijn 1000 meter vond ik vandaag was echt een slechte race. Maar... Je wil altijd meer op zo'n toernooi blijkbaar, ook als je debuteert. Hoe heb je het hele toernooi ervaren als nieuweling? Nou, ik vond het een hele leuke ervaring en ik heb zeker weer wat geleerd. En, ik denk dat ik op de 1000 meter heb laten zien dat ik wel redelijk tussen hoor. Dit was je eerste WK, daar hadden we vooral wat Nederlandse dames afgezegd, waardoor je onder andere mee kon doen. Ja, wat denk je dan voor volgend jaar? Is er plek voor jou of moet je dan heel erg goed worden? Nou, ik denk zeker dat ik nog een stapje moet maken, maar misschien is er wel plek voor mij. Lijkt me wel leuk.